Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben weer over een smartwatch van AliExpress. Ja, ik kan het nog niet laten. Ik moest gewoon even een sporthorloge bestellen. Een sport smartwatch. Wat gaan we krijgen? Dat is dan altijd ook de vraag. Maar ik kwam op zich best wel een aardig doosje. Heel apart doosje eigenlijk. Om te beginnen komt hij met een micro USB. Om hem op te laden. Ja, heel bijzonder trouwens, want ik moet zeggen, er zijn zoveel manieren om deze dingen op te laden. Hier hebben we echt een heel goedkoop handleidingje met korte uitleg hoe die werkt en wat de functionaliteiten zijn. Maar goed, dat laat ik jou wel eventjes hier zelf zien. Op zich wel bijzonder. Lang kabeltje trouwens. Voor de verandering. Kortom, we gaan eens even kijken. Doosje, het inhoud is niet zo leuk. Ja, mooi doosje. Joepdiedoe. Laten we eens even een kijkje nemen naar het horloge. Maar laten we het even over het horloge zelf hebben. Want dit is dan ook een horloge van China. Een smartwatch dat in een andere prijsklasse is. Voorheen heb ik altijd filmpjes gemaakt over. In ieder geval video reviews over goedkope watches van 15 euro plus minus. Kunnen al iets meer duurder zijn. Maar dit is dan wat luxere variant. En wat luxer bedoel ik dus. Hij heeft een uitneembare kleine batterij. Hij is 350 mAh. Dus dat is wel ideaal. Dus mag die kapot gaan, kan je na een poosje nog een keer een nieuw bestellen. Kost relatief helemaal niks. Maar hier, zoals je ziet, kan je ook eventueel een simkaart gebruiken. Dus kun je hem ook gewoon eigenlijk mee bellen. En dat is dan wel een klein luxe dingetje wat we heel veel van deze goedkope smartwatches nog van 15, 20 euro absoluut niet hebben. Je kunt er ook eventueel een CF-kaartje in doen. Maar laten we eens even gaan kijken wat gaan we krijgen als het om het menu gaat. Want ook daar zit verschillen. Even erin steken. Yep, en dan gaan we dicht. De band is nogal heel stug. Klikken we hem weer zo dicht. En dan kunnen we gaan. Aan de zijkant hier hebben we een micro USB aansluiting voor op te laden. We hebben dus bij een origineel een horloge hebben een draaiknopje. En we kunnen hem even ook indrukken. Als je hem ingedrukt houdt, starten we hem op. Zoals je ziet krijgen we een verwelkom scherm. Hij heeft ook eventueel trillfunctie. Dus met bellen is het ideaal dat je gaat trillen aan je arm. Nou ja, toch ondanks het goedkope model is, zie je wel, kijk, je hebt er nog steeds zo'n mooi randje eromheen. Oftewel een bezel, zoals we het Engels noemen. Hij heeft een touchscreen, dus dat is ook vaak bij heel goedkope horloges ook niet. Dan heb je vaak gewoon zo'n touchknopje onderaan zitten waar je door het menu heen moet. Maar zoals je ziet, heeft hij dus gewoon een Android OS. En kan je heel eenvoudig door alles heen scrollen. Functies zoals Facebook en diverse andere apps die we kennen. Dus dat is best wel mooi. De knop is om eigenlijk, kan je bijvoorbeeld mee aan en uitzetten. Even om de tijd te zien. Dat is wel heel erg mooi trouwens. Menu, dus dan kan je op een gegeven moment ook gewoon bellen. Het eerste wat mij eigenlijk opvalt is dat hij wel heel erg nauwkeurig is. Ondanks voor een hele goede kope smartwatch. En dat is wel iets wat ik denk bij mezelf van, zelfs met het plasticje erop, reageert hij nog goed. Alle functies, contacten, e-mail. Als het goed is, dit is zelfs een locking phone mee. Even kijken wat je hier hebt. Anti-lost, een functie dat je heeft als je hem verloren raakt, dat je hem kan terugvinden. Echt bizar. Er zit echt heel veel op. Monitor time, en het is echt niet normaal wat je allemaal kan aanpassen. Je hebt in het midden natuurlijk het klokje zitten. Twitter. Alle functies die je eigenlijk op je telefoon hebt, zitten hier dan ook op. Plus je kan ook nog een keertje gaan bellen. Maar goed, wat is dan eigenlijk de conclusie van deze smartwatch? Kijk, zeker op heel veel opzichten zie je gewoon dat hij goedkoper is. Vooral het LCD, daar zien we het in. Met een hele mooie van Samsung heb je een volledig scherm erin zitten. Functionaliteit, met de telefoon merk ik wel veel meer opties. Ik weet toevallig dat je ook heel veel dingen in kan stellen. Met de app van Samsung en de support is ook gewoon super. En dat bij dit allemaal een beetje beperkt. Ik denk gewoon als je een horloge zoekt om mee te beginnen. Je wilt ermee bellen, je wilt er een beetje mee gewend raken. Is het hartstikke leuk. Het functioneert goed, zoals je touchscreen reageert gewoon perfect. En het beeldscherm is overigens best wel mooi. Kijk, wil je gewoon een beetje aanrommelen en een beetje kijken of je het überhaupt wat vindt. Denk ik dat het leuke oplossingen zijn. Ja, want immers, als je een goede koopt van Samsung en andere merken, zijn ze natuurlijk hartstikke duur. Voor de rest, ja, laat me weten wat jij hiervan vindt. En zou je overwegen zoiets te kopen met een simkaart erin, zodat je ook gewoon kan bellen. Voor de rest, ik wil je bedanken voor het kijken. Het zou je leuk vinden als je lid wordt van het kanaal. Dus druk zeker op het belletje. En abonneer, geef de video een likeje en dan zie ik jou weer in de volgende keer.